Burgemeester Halsema heeft vandaag opheldering gegeven over de keuzes die ze maakte rondom de demonstraties bij de opening van het Holocaustmuseum. Tijdens die opening waren er op verschillende plekken in de stad demonstraties. Die waren vooral gericht tegen de komst van de president van Israël. Het debat van vandaag ging over het protest naast het museum. Daar stond een groep pro-Israël demonstranten en daarnaast een groep pro-Palestina demonstranten. Gefluit en kwetsende leuzen van demonstranten waren tijdens de ceremonie voor de deur te horen. En ook werd een Holocaust-overlevende uitgejouwd en nageroepen. Verslaggever Nicolai Brennen die heeft dat debat gevolgd. Nicolai, hoe is het verlopen? Ja, de spanningen die in de stad voelbaar zijn en ook op 10 maart zichtbaar waren bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum hadden niet zijn weerslag op het debat hier achter mij. Dat debat werd op inhoud gevoerd en ging echt over de overwegingen van de driehoek bij het toestaan van die demonstraties. De oppositiepartijen waren wel kritisch op met name de afstand van de demonstranten. Hadden zij echt op 50 meter afstand van dat museum moeten staan? De coalitiepartijen die verdedigden de aanpak van de burgemeester. Ze hebben niet die locatie toegewezen gekregen. Ze zijn er uit eigen beweging gaan staan. En dat is natuurlijk wel degelijk een ander soort situatie. Heer Wijnands. Nou, voorzitter, het spontaan is een beetje een onhandig begrip, omdat spontaan inderdaad gaat om aangemelde demonstratie, maar natuurlijk ook een demonstratie die spontaan ontstaan. Dat is ook zo. Ik vind ook op het moment zelf, toen de burgemeester uit die auto stapte, dat je op dat moment besluit om dan niet de koning terug de auto in te sturen en 3 peloton ME aan te rukken om ze dan te verplaatsen, kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar in de voorbereiding hier had wel degelijk ervan uit kunnen worden gegaan. Als je daar een pro-Israël demonstratie laat staan, dan moet je ervan uitgaan dat er ook een tegendemonstratie gaat. En dat geeft voldoende aanleiding om op dat moment dus dat gebied verder af te zetten en de demonstranten daardoor ook pro-Israël een stuk verder te houden. Ja, Nicolai Halsema die verdedigde die aanpak al eerder. Deed ze dat vandaag weer? De burgemeester begon haar betoog met een mededeling dat ze vanwege dit debat vannacht slecht had geslapen. En de nieuwe serie De Joodse Raad toen is maar gaan kijken. De laatste afleveringen daarvan althans. En ook had ze het over die verschrikkingen van de Holocaust. Maar ook de verworvenheden die we hebben in Nederland, zoals het demonstratierecht. En ja, ook haar aanpak van 10 maart, daarmee verdedigt ze. Dan de vraag operationeel. Ja, we hebben even besproken, plaatsen we ze meer naar achteren? Dat had betekend dat er met veel politie, maar daar kan onze hoofdcommissaris meer over zeggen, ingegrepen had moeten worden terwijl er geen gronden in de bommen waren. Dat had mogelijk ook geleid tot tegenreacties waarbij het beeld veel onplezieriger was geweest. Dat was operationeel onverstandig. Er is flinke kritiek op de burgemeester. Komt zij ongeschonden uit dit debat? De schade hier politiek gezien in Amsterdam valt wel mee. De coalitie steunt haar gewoon nog. De oppositie heeft kritische vragen gesteld, maar bij de komende raadsvergadering wordt geen motie van afkeuring of wantrouwen verwacht. Ik denk wel dat de schade hem zit in het debat wat op dit moment in Den Haag wordt gevoerd in de Tweede Kamer. Zij willen het demonstratierecht opnieuw tegen het licht houden vanwege wat er hier op 10 maart is gebeurd. Dat wordt dus nog zeker vervolgd. Nicolai Brennen, dankjewel.